Ik ben Marwa, ik ben 22 jaar oud, alumni van de weekendschool hier in Nijmegen. Ik ben ook student verpleegkunde en ik werk ook in de zorg als helpende. Ik ben ook gevraagd door de IMC Weekendschool om een korte vlog op te nemen waar ik een beetje uitleg hoe het is om tijdens deze coronatijd te werken. En ik ga jullie vandaag meenemen wanneer ik naar werk ga. Nou, kom maar mee. Nou, ik moet eerlijk zeggen, het is eigenlijk best wel lastig om tijdens corona in de zorg te werken. Want in principe, ik heb zelf ervoor gekozen om in de zorg te gaan werken omdat ik heel graag met mensen wilde werken. Ik wilde heel graag met mensen in contact komen en nu alvast oefenen voor mijn latere toekomst als verpleegkundige. En helaas valt het nu eigenlijk een beetje weg. Want omdat het corona is, moet je natuurlijk zoveel mogelijk afstand houden, et cetera. En dat geldt ook als je in de zorg werkt. Want ja, het is bijna onmogelijk echt om die afstand te houden. Maar bijvoorbeeld dat extra aandacht geven. Bijvoorbeeld even een praatje houden met ouderen. Of even ernaast gaan zitten om over vroeger te hebben. Dat heb je allemaal niet meer. Iets anders wat ik wilde delen, zeg maar. Je hebt, zeg maar, als je in de zorg werkt, heb je ook ouderen die soms vergeetachtig zijn of niet meer weten hoe het allemaal zit, zeg maar. Dat je het echt steeds moet uitleggen van, oh ja, je dochter kan niet vandaag op bezoek komen omdat het heeft te maken met corona. En dan zijn ze, dan weten ze ook allemaal niet meer hoe het allemaal zit. En dat vind ik eigenlijk best wel hartverscheurend, want dan, ze snappen niet wat er allemaal gebeurt. Ze weten gewoon niet dat hun dochter bijvoorbeeld niet op bezoek komt. En dat het best wel lastig is om dat, ja, echt uit te leggen aan die ouderen. Ja, nou ja, ik ga zo rijden, anders kom ik te laat. Ik laat jullie zo zien hoe het buiten eruit ziet, want ik mag niet binnen filmen natuurlijk. Nou ja, tot zo. Nou jongens, ik ben gearriveerd. Ik ga naar binnen en ik laat jullie weten hoe mijn dienst is verlopen. Tot straks. Dit is het gebouw. Ik mag eigenlijk niet het adres laten zien, dus ik laat gewoon een beetje muren zien. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie zo. Het is een rustige dienst. Niks bijzonders. We hebben geen coronapatiënten. Gelukkig. En dat was mijn video. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben. Dag!